We zijn vandaag in band bij de stal van Bas Krebas. Bas heeft vrijdag op Wolvenga 3 starters en dat zijn best interessante starters. Dus we gaan eens even kijken hoe die paarden ervoor staan en of Bas nog wat interessante informatie voor ons heeft. Eerste op Wolvenga, Felicio de Jomax, komt in actie. Ik vind hem er mooi in staan. Staat er ook super in. Kijk, hij is een tijdje aan de kant geweest. De laatste keer in Frankrijk viel hij niet helemaal mee. Kreeg een beetje ontstoken achterbeen, hebben hem rust gegeven. Nu hebben we weer aangetraind. En als ik eerlijk ben, vorige week trainde hij enorm goed. Hij trainde hier 18 over 2200 meter op mijn kleine baan. Ja, dan zal hij over deze afstand in Wolvenga onder de 15 moeten kunnen lopen. Ja, wat is eigenlijk zijn ideale afstand? Maakt niet uit. Ik denk dat hij zelf sprinten kan, want hij kan natuurlijk hard beginnen. Kijk, en als het zo uitkomt op die sprintdag in Wolvenga, gaan we dat misschien ook nog wel proberen. Maar de fokker, die verkocht hem uit Frankrijk weg, die liet hem gaan in een claimkoers, omdat hij dacht dat hij niet de afstand aan zou kunnen. En we hebben hem dus toen gekocht en hij doet het goed. Hij heeft de langste koers van Europa gewonnen. En daar is die fokker zeer verbaasd over. Dus dat is wel heel erg komisch. Ja. Wie is de gevaarlijkste in jouw optiek? Ja, ik denk die voor Robin Bakker, Dortus Prestance. Die loopt natuurlijk ook de laatste keer een hele goede koers. Ja, de rest moet hij denk ik voor kunnen blijven. Met Lotus Centaur in de strijd, Bas. Een paardje dat inmiddels gekwalificeerd is, maar hij ook vaak geschrapt. Ja, hij is al 2 keer geschrapt. Problemenkind? Nou, een beetje. 1 keer door ziekte geschrapt en 1 keer dat hij last van zijn voorknie had. En dat is eigenlijk ook een beetje zijn gevoelige punt. Het is niet een echte goede bocht te lopen. Maar hij is extreem snel en hij heeft ook wel heel veel speed. Dus hij heeft een tijdje aan de kant gehad, want hij kwalificeerde al in maart en toen was hij heel goed. Een tijdje aan de kant gehad en nu trainde hij vorige week 21 op mijn 800 meter baan. Dat was ook goed met zin. En als ik eerlijk ben, is de tegenstand wat lichter als anders. Dus ik denk dat hij rond de 16,5 lopen kan. En dat zijn er niet zoveel, denk ik, in deze koers die dat ook lopen kan. Nee, dan kom ik bij Hamas d'Azur uit. Ja, zeker. Ja, misschien die. Maar het is niet een echte bocht te lopen. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. In de quali begon hij wel heel goed. En toen maakte hij het ook heel goed af. Maar als je goed de bochten doorkomt, dan verwacht hij toch ook meedoen voor de winst. Kan je wat doen met je mooie startnummer? Jawel, want de vorige keer in de quali begon hij ook heel goed. En ik probeer natuurlijk ook nu goed te beginnen. Want je moet voorin liggen, hij heeft de meeste kans. Dat mag ik zeggen. Zevende en laatste, Egoa de Boulay. Bas, wat kun je daarover vertellen? Nou, hij heeft 2 keer gelopen voor rustig. De laatste keer in Frankrijk liep hij op gras, ging die koers 17-6. Heeft hij waarschijnlijk rond de 18 gelopen. Had een hele slechte heenreis voor 7,5 uur. Was er een wegomlegging vlak bij de baan. Hebben 40 minuten extra gereden. Dus daar word je niet blij van met zo'n paard met heet weer. En Florian Desmilieu gaf hem een perfecte koers. Zat op de rug van de favoriet. Met de laatste hoek kon hij die niet meer bijhouden. Want ik denk we worden 1 of 2, toen werd hij 4. Als je ziet hoe die liep, en ja, dan is dat een goede prestatie. En de keer ervoor op Wolvenga was hij natuurlijk heel erg goed. Toen kwam ik iets te laat vrij, dus zei Christophe de Pauw, de volgende keer klop je me. Ik hoop dat hij gelijk heeft. En dat ik inderdaad klop de volgende keer. Kijk, Hengoa kan heel goed weg. Maar ja, vader Dupat is natuurlijk ook heel goed. Nou, maar ik denk dat die goed is. De merrie is goed. Nou ja, je klopt natuurlijk de laatste keer Granadella. Die heeft in de tussentijd alweer gewonnen. Gewonnen. Ja. Dus maar kijk, als ik zie hoe andere paarden van mij dicht bij Granadella zijn en normaal... is Egoa een stuk beter dan andere Franse merries. Kijk aan, waarbij je zegt, voor Fado de Pat heb ik wel veel respect. Ja, die wint natuurlijk ook in 14. Hè. En die laatste keer wint hij gewoon heel makkelijk. Nee, dat is ook een heel goed paard. Nou, ik denk dat het tussen deze twee gaat. Dit was het bij Bas. We worden altijd geweldig ontvangen hier. En ik heb toch het idee dat hij al wat interessante informatie had. En misschien kunt u daar als wedder wel een voordeel mee doen. Succes!